Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi bloemstuk maken. Zoals je kan zien heb ik het frame al naast me staan waar we mee aan de slag kan gaan. Ik heb er helemaal zin in, ik hoop jij ook. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op deze video's zijn helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Je kan het frame ook los bestellen mocht je dat willen. En we gaan nu gauw aan de slag. Gaan we aan de slag met het mooie frame. Dus we gaan hem eerst even vullen met steekschuim. Het is belangrijk dat je de steekschuim niet onder water duwt. Niet onder de kraan houdt, maar gewoon zelf vol laat zuigen in het water. Ik heb het al eventjes gedaan. En hij mag er een klein stukje bovenuit komen. En dan snijden we hem eventjes schuin aan. Wat over is, gooi ik eigenlijk nooit echt weg. Dat doe ik gewoon aan de zijkanten erbij in. Niet heel veel toegevoegde waarde. Nou, dan hebben we hem al in ieder geval goed gevuld met steekschuim. Gaan we eerst beginnen met het bladmateriaal. En ik ga eerst een strikje maken. Hier zit ook een aparte video van online, mocht je het vaker willen bekijken. Je scheurt het blad doormidden. En dan draai je het aspiristablad op twee manieren een kwartslag. En dan doe je er een draadje omheen en daarmee zet je hem vast. Er staat dus een video van online. Wil je het echt even stap voor stap en rustig doen, dan kan dat. En dit doe ik met drie bladeren. Hoe groter je de lussen doet, hoe grover die wordt. Wil je hem wat fijner, dan maak je de lusjes wat kleiner. Je kan dan eventueel, als het blad lang is, het nog een keer herhalen. Dus je maakt dan nog een keer een strikje. Door nog eens de uiteinden vast te pakken en dan doe ik vaak met hetzelfde draadje nog een keer omheen. Je kan ook de uiteinden afknippen of als je hem wat losser wil, laat je hem gewoon zo staan. Goed, dan hebben we dat al gedaan en daarmee gaan we de basis maken in dit stuk. Naast dat ik het blad even afknip, snij ik het ook altijd eventjes nog weer aan. En ik doe aan de buitenzijde dus de twee strikjes met wat lossere uiteindes en die wat ik aan beide kanten heb gedaan, doe ik in het midden. En zoals je ziet hebben we dan al een groot deel van de oase weggewerkt. Ik spuit altijd eventjes op met een beetje bladglans. Dan glanst het weer mooi. En ja, geeft het net iets wat frisser effect. Goed, dan voegen we aan één kant berengras toe. En dat doe ik echt aan één kant. Ik steek de onderkant in het steekschuim aan de zijkant. En dat doe ik met een bundeltje. En dit wikkel ik om het frame heen, echt aan één kant. En als je dan bij het uiteinde bent, sla je hem terug. En op die manier zet je hem eigenlijk ook vast door hem er weer onderaan vast te maken. Zo zijn we geen draad of touw nodig. En hou je mooi natuurlijk en gebruik je geen extra materialen of om hem weer vast te maken. Kijk, zo heb je aan één kant, geef je gelijk een mooi effect. Ik snij altijd de zijkant, de uiteindes van de berengras altijd even af, want die hebben vaak net even een bruin puntje. Kijk, het geeft gelijk een heel leuk, sierlijk effect. En zo verbind je ook gelijk het frame met het stuk. Dan gaan we beginnen met de bloemen. We gaan natuurlijk wel werken en kijken naar het frame. Dat betekent dat er in het midden wat meer hoogte komt en onderaan wat meer laagte. Zodat je die flesvorm er mooi in houdt. Ik begin met de hoogte met mooie alliumbollen, mooie sierui. En die zet ik er op twee verschillende hoogtes in. Ga gerust spelen met je materialen. En zeg je van ik vind het mooi op een andere plek, kan het natuurlijk ook. Dan heb ik ook nog een mooi scabiosa bolletje. Die zit er ook bij tussen. En wat mooi blad. Een prachtige basis hebben we zo. En dan vullen we eigenlijk de onderkant verder op met bloemen. Wat wel altijd belangrijk is, is dat je goed kijkt dat je andere bloemen niet in de weg zit.
En dat je alles dus zelfstandig een plek geeft in het stuk. En dat je elke bloem goed blijft zien. En je kan hem aan beide kanten mooi opmaken. Zoals je ziet doe ik dat ook. Dan heb ik een mooie gerbera. Steek een gerbera altijd eventjes goed voor. Dan stop je hem erin. Haal je hem er even uit en snij hem eventjes opnieuw aan. Zo kan hij voldoende en goed water opnemen. Dan heb ik nog mooie pisteltjes. En limonium zet ik er mooi bij tussen voor de kleur. Deze zet er op verschillende plekken tussen. Dan heb ik nog wat een mooi vetplantje, zoals je kan zien. En deze zet ik even op een stokje of een ijzerdraadje, kan ook. En die steek ik er voorzichtig in, zoals je kan zien. En die zet ik er dan ook vast bij tussen. Ik vind het altijd heel luxe effect geven door plantjes toe te voegen aan je stuk. Zoals je kan zien maakt het dan net wat aparter. En je kan al zien wat het doet, hè. Als je op die manier het berengras gebruikt en ook op deze manier de bloemen opbouwt, krijg je een heel mooi luxe stuk. Door een verdeling en goed te kijken naar je producten, maar ook goed te kijken naar je ondergrond. Dat is altijd heel belangrijk. En om daar je bloemstuk op aan te passen. Dan vul ik nog met wat laatste bloemetjes het steekschuim op, zodat dat niet meer zichtbaar is. Nou, dan hebben we echt een prachtig mooi stuk. Mocht je dan nog wat steekschuim zichtbaar hebben, kan je nog een beetje mos of tillandsia gebruiken. Of je gebruikt wat extra bloemen, dat kan natuurlijk ook. Maar op zich geeft wat mos ook wel wat een mooi fris effect. En een mooi natuurlijk effect. En je wil het stuk ook niet te propperig hebben, omdat je door middel van die strikjes heb je hem heel mooi luchtig opgebouwd. Doe nog op een paar plekjes een klein beetje mos. Ik doe echt hele kleine stukjes. Als je net door de diepte heen nog wat steekschuim zit, kan je dat gewoon op de diepte wegwerken. Het hoeft dan niet heel aanwezig te zijn, maar je werkt hem net even mooi af en zorgt dat alles netjes afgewerkt en weg is gewerkt. Nou ja, jongens, en dit is toch prachtig. Een heel mooi frame. En op deze manier echt heel mooi opgebouwd. Wil je dit pakket nu bestellen of wil je het frame bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of het frame. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Zeg je nou, ik wil hem later ontvangen, is ook geen probleem. Je kan een gewenste datum aangeven. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond of wat je graag wil zien. En binnenkort komt er ook weer een shoplog aan met allemaal nieuwe ondergronden die online komen. Misschien staat die trouwens al online als deze video online staat. Dat weet ik echt niet precies. Maar er komt echt heel veel leuks weer aan. En ik heb er weer helemaal zin in om daar met jullie mee aan de slag te gaan. Heb je er ook zin in of wil je wat speciaals zien? Laat het dus weten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we bij de volgende keer weer.